Er is opnieuw een juwelier bestolen, in Gent deze keer. Een uurwerk van bijna 50.000 euro verdween op klaarlichte dag zonder dat iemand het doorhad. Wellicht het werk van drie getrainde dieven die zogezegd als klanten in de winkel waren. We tonen beelden van de drie verdachten. Misschien herkent u hen wel. Juwelier Van Heursel in de Lange Muntstraat in Gent. Op 13 oktober van vorig jaar komen hier kort na de middag drie personen binnen. Twee mannen en één vrouw. De zaakvoerder vertelt ons wat er precies is gebeurd. Dus er kwamen drie mensen hier binnen, dus aangebeld. Toen binnengekomen, langs de trap naar boven gekomen, komen kijken wat er in feite te koop stond. Dus we hebben ze aangesproken, een paar uurwerken uitgehaald. De klanten zeggen dat ze Italianen zijn, maar eigenlijk spreken ze niet goed Italiaans. Haar Italiaans van die dame was wel een beetje gebrekkig. Dus ik dacht al, oeh, dat is al een beetje raar. En toen, ja, we zijn uit bepaalde uiterlijke tekens ook geweest die mij toch wel een gevoel gaven van, oké, we gaan hier moeten opletten. Het is een algemeen gevoel. Ze komen binnen, ze kijken ook een beetje rond. De manier waarop je ook kijkt naar een uurwerk, de echte interesse, de vragen, de diepgaande vragen over een binnenwerk, de manier waarop dat ook gemaakt wordt. En dat was er ook allemaal niet. Omdat hij het niet helemaal vertrouwt, haalt de juwelier een stil alarm boven. Dus ik ben zo'n stil alarm nou. En die is in feite ook mistvorming. Dus als je op een van de twee knoppen duwt, dat er hier in de winkel direct vol met mist wordt gespuwd. Ja, laat het zo zeggen. Dus ik heb dat ook getoond. Hè? Dus zodanig dat ze wisten ook dat we wel op de hoogte waren van misschien wel een intentie. De drie laten zich niet van hun stuk brengen. Ze willen graag uurwerken zien van het merk Hublot. Het zijn uurwerken van soms tienduizenden euro's. Toen werd er stuk per stuk uurwerk getoond. Hè? Dus meegelopen. Hè? Voilà, dus die drie mensen zaten hier, hè? Dus 1, 2 en 3. De verkoper zat hier en ik zat hier ook op dat moment. Boven de tafel hangt een bewakingscamera. Die heeft het hele tafereel gefilmd. De drie klanten willen het ene uurwerk na het andere zien. We hebben dus in feite stuk per stuk een uurwerk getoond. En dan uitleg gegeven over het gelimiteerde exemplaar, over het merk, het stuk, het binnenwerk. Dus en iedere keer dat ze het bekeken en bespraken ook, hè, dan werd het stukje ook weer teruggebracht naar de etalage. Maar een van de twee mannen glipt met de verkoper mee naar de etalage. Iedere keer werd er dus een uurwerk getoond, hè, of twee uurwerken, en dan teruggebracht naar de etalage. En dan de man in kwestie, die heeft de verkoper dus gevolgd. En de verkoper heeft gezegd, ja, maar u moet daar blijven zitten. Dat is uw plaats niet, u moet terugkeren. Dat heeft zich in feite drie of vier keren toch plaatsgevonden. Na meer dan een uur verlaten de klanten de zaak. Ze zullen 's avonds terugkomen om een uurwerk te kopen, zeggen ze. Maar dat doen ze niet. Wanneer de juwelier na sluitingstijd alle uurwerken in de kluis steekt, ontdekt hij de diefstal. Een gouden mannenuurwerk van het merk Hublot is weg, een van de duurste stukken. Het uurwerk is ingezet met briljanten en kost 49.700 euro. Het vermoeden hadden we wel, hè, dat ze kwamen om te stelen. Ik had 100% ook het gevoel dat ze in feite niks mee hadden. Hè. Dat ze niet waren geraakt naar hetgeen dat ze wilden doen. Tot op het moment dat we de etalages zijn beginnen ledigen en dat er dus het duurste stuk ook mankeerde. Dus we waren echt versteld van toch wel van het feit. Wellicht hebben de drie verdachten ongezien een topexemplaar kunnen meegraaien. Hoe ze dat precies gedaan hebben, weten we niet. Ik denk dat het niet zo gemakkelijk is om te verkopen. Ik denk dat in de onderwereld misschien wel eventueel een cadeau zou kunnen zijn in toestand. Maar al hun uurwerken zijn genummerd, werd uiteraard ook direct gesignaleerd. Zowel aan de politie als aan het merk. PW werd opgesteld uiteraard in toestand. Politie en parket willen graag weten wie de drie verdachte klanten zijn. En misschien kan u wel helpen. De vrouw is tussen de 30 en 40 jaar oud. Ze is ongeveer 1,75 meter, redelijk groot dus en slank. Ze heeft geblondeerd haar tot net onder haar schouders en opvallend een gebroken hoektand links vooraan.
De man die naast haar zat en de hele tijd oorwarmers droeg, is tussen de 35 en 45 jaar. Hij is ongeveer 1,70 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij heeft een hoge stem en opvallende littekens in zijn gezicht. Een schuine streep op zijn voorhoofd en een hoekvormig litteken op zijn linkerkaak. De tweede man, die een paar keer met de juwelier meeging naar de etalage, is tussen de 40 en 45 jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 meter en normaal gebouwd. Hij had een zware stem. De twee mannen spraken allebei gebrekkig Italiaans.